AZ dit keer met Friday en Van Overheem in de basis. Twee spelers die een dag ervoor nog invielen bij het eerste van AZ. Dat speelde op Woudestein bij Excelsior. AZ bovendien ongenaakbaar deze competitie. Zeker op eigen terrein. Alleen Katwijk en AFC zagen kans om weg te komen hier in Weidewormen met een gelijkspel. De rest die hier op bezoek kwam verloor. En AZ in de beginfase van de wedstrijd is meteen gevaarlijk via Garcia. Positieve nieuws voor TEC is dat in de selectie van de ploeg uit Tiel inmiddels eerder deze week maar liefst 6 spelers hebben bijgetekend. Dat betekent continuïteit. En dit is het eerste schot van de kant van TEC. Het komt op naam van Aliskan. Dit Gerry Vink, technisch adviseur. Hij neemt de coaching voor zijn rekening langs de lijn. Trainer uiteraard Frits van den Berg. En de omstandigheden om in te voetballen zijn ideaal. Prachtig weer. Vrijwel windstil. En AZ dat zeker de ongeslagen thuisstatus intact wil houden. Hier een poging van een meter of 20 van Debny dos Santos. Lewis. De rechtervleugelverdediger. Dos Santos. Goeie voorzet. De bal verdwijnt voorlangs. Het zijn wel gevaarlijke momenten voor het doel van Van der Sman. Maar nog niet echt grote uitgespeelde kansen. Van de ploeg van Haar. Een grumpy old man. De coach. Een leeftijdgenoot van mij. Maar wel iemand die de boel scherp houdt. Dit is de volgende mogelijkheid voor AZ. En deze wordt teniet gedaan door Van der Sman. Die goed reageert op de mee naar voren gekomen Lewis. Het leidt wel tot een hoekschop. Die bal gaat in eerste instantie met een hoge boog voorbij de tweede paal. Wordt opgepikt door Dos Santos. Bal wordt van richting veranderd. Van Overheem. En het is 1-0. En Friday neemt de goal voor zijn rekening. We zitten 8 minuten voor rust. En het overwicht dat AZ eigenlijk al 37 minuten heeft, wordt eindelijk tot uitdrukking gebracht op het scorebord. Friday, de spits die op het juiste moment op de juiste plek staat. Nog steeds de eerste helft. We zitten 3 minuten na de 1-0. Dit is Lewis. Het is een omsingeling. Prachtige steekbal op Garcia. Garcia van der Sman redt. Is inmiddels nu zijn goal uit en deze actie leidt tot een hoekschop. Snel genomen. Dos Santos legt die bal voor. Die belandt uiteindelijk net buiten het strafschopgebied van TEC. Een mooie combinatie en het is 2-0. Hatsidiakos met het steekballetje. Jacobs profiteert en 5 minuten voor rust verdubbelt Jong AZ de score. Het is mooi in zijn eenvoud. En TEC lijkt al na 3 kwartier voetbal op een onoverbrugbare achterstand te zijn gezet. Het begin van de tweede helft. Het spelbeeld onveranderd. Zij het dat de tweede helft zich uiteraard afspeelt aan deze kant van het veld. Het is 3-0. Nog geen minuut zijn we bezig naar de onderbreking. Het is een beauty van een pas. Hij komt van Bakker. Dit is hem. En Garcia weet die bal op waarde te schatten. Van der Sman gezien. En Garcia tilt hem prachtig langs de doelman van TEC. En zo wordt het 3-0. Volgende mooie actie. En nu is het Garcia die letterlijk van zijn sokken wordt gelopen door Van D. Het is de 5e minuut na rust. En Nachtegaal, de scheidsrechter, legt de bal op de stip. Helmer voert uit, doet dat onberispelijk. En zo loopt de score op naar 4-0. AZ, dat in de voorgaande 15 competitiewedstrijden al 40 goals maakte, heeft er inmiddels alweer na dik 50 minuten voetbal tegen TEC 4 bij. En zo gaat het hard. AZ dat ook na rust, ook bij deze stand, scherp wordt gehouden door zijn coach. Opnieuw een mooie bal. Van Overheem. Gallery play van de thuisploeg. Van Overheem zoeken. Overstapje ook prachtig. Dit leidt dan niet tot een treffer. Maar is wel een proeven van bekwaamheid van Jong AZ. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Haar ziet de grensrechter voorbij komen. De grensrechter denkt u, jazeker, dit is de man die aan de overkant stond te vlaggen. Maar die vervangen moest worden vanwege een blessure. De vierde official neemt vanaf nu de honneurs waar aan die kant. En dit een zeldzame tegenstoot van TEC. De overtreding komt van Lewis. Die daarvoor ook geel incasseert. En Shakison, de man die onderuit werd gehaald, voert zelf de vrije trap uit. Shakison. En die bal verdwijnt in het zijnet. Het is een van de zeldzame momenten in dit duel dat we AZ Doeman Olij in beeld zien. Aan de andere kant Lewis met een prachtige bal op Van Overheem.
Maar die doet het, hoewel die technisch begaafd is, eigenlijk helemaal verkeerd. Hij neemt die bal in plaats van met binnenkant links, met buitenkant rechts. De assist daar mankeert niets aan. Daarvoor gaan ook de complimenten van Van Overheem richting Lewis. Alleen dit keer schort het aan de afwerking. Maar de thuisploeg grossiert in mogelijkheden. Hier is de volgende in de maak. Friday kan ook zomaar zorgen voor 5-0. Maar knikt de bal over het doel van Van der Sman. Scherp blijven, dat is wat Haar wil van zijn ploeg. En dat blijft de AZ. Volgende mogelijkheid, Lewis. Even op zoek naar eigen succes. Dat zal hij ongetwijfeld te horen krijgen bij de nabespreking. Want hij moet die bal natuurlijk afgeven. In dit geval aan de vrijstaande Friday. Inmiddels de slotfase van de wedstrijd. 7 minuten voor tijd. Een schitterende bal van Hatzidiakos. En misschien een nog wel mooiere goal. De wijze waarop Friday de 5-0 op het scorebord zet. Hij lijkt het een vanzelfsprekende zaak te vinden. Maar hij neemt die bal in één keer uit de lucht. Veel moeilijker kan niet. En tilt hem langs de kansloze Van der Sman. Die deze middag wel heel nadrukkelijk als schietschijf dient. De volgende mogelijkheid. Dit keer kan Van der Sman wel redding brengen. Maar het blijft een pijnlijke middag voor TEC. Dat voor wat betreft de resultaten een beetje schommelend door deze competitie heen gaat. Inmiddels zitten we in de slotminuten van deze wedstrijd. En een van de invallers is hier onderweg. Bayrak. Rommelt zich er langs. Bayrak. Nu alleen nog geconfronteerd met Olij. En Bayrak scoort. De eer gered. Laten we het daar maar op houden. Aan de eindstand zal het niets meer afdoen. Het wordt uiteindelijk 5-1 voor Jong AZ tegen TEC. En de man die nog het meeste pest in heeft, en dat kan ik begrijpen, is Olij. De hele middag niets te doen. En uitgerekend in de slotminuut krijg je een tegengoal om je oren.